Onder andere ook maar Hoek van Holland, andere Ja. aspecten. Alleen ja, zondag ligt natuurlijk, terwijl het onder de jongvolwassenen wel stabiel blijft. Dat zeg ik er ook bij. 32% van de Bredaren zegt zich wel eens onveilig te voelen. Het aantal vormen van overlastmeldingen aan zich. Terug dan merken we dat daar enorme goede resultaten. Ja, dat is natuurlijk een behoorlijk percentage. Dat moet je serieus nemen. Tegelijkertijd zie je ook uit de monitor dat er een aantal zaken verbeterd zijn. Dat is denk ik winst te noemen. De uitdaging is vooral hoe kunnen we dat gevoel van onveiligheid verder doen afnemen. U had het tijdens de persconferentie over onaanvaardbaar gedrag op straat. En ja, u noemde dat een probleem voor Breda, met name voor de wijk Geren-Noord. Nou ja, in de Geren-Noord zijn een aantal jongeren die op een vervelende wijze de leefbaarheid van hun wijk onder druk zetten. Ik vind dat spijtig, omdat daar heel veel mensen wonen met, die gewoon willen genieten van de wijk, de kwaliteit, op een leuke wijze daar willen verblijven. Daarvan heeft het college gezegd dat is voor ons niet acceptabel. En dat betekent dat we nu ook een aantal extra toezichthouders in zullen zetten om dat probleem op te pakken. En later willen we dat ook verder gaan uitbreiden. Bewoners van het centrum van Breda, die hebben de meeste overlast van drugshandel en van drugsgebruik. Is die drugshandel en dat drugsgebruik nog toegenomen na de sluiting van de coffeeshops in Roosendaal, Bergen op Zoom? Het beeld wat wij hebben, en wij monitoren dat om de paar maanden met resultaten, dat de overlast niet is toegenomen. Dat heeft ook te maken dat we de afgelopen jaren een veelheid van maatregelen hebben genomen, zowel preventief als repressief, om te zorgen dat we op een goede wijze tot beheersing konden komen. Dat is niet toegenomen, maar we moeten wel alert blijven. Een van de meest onveilige plekken in Breda is misschien toch wel het Valkenberg, het stadspark. Worden daar nog maatregelen genomen? Ja, laat ik zeggen dat het stadspark natuurlijk een fantastisch park is geworden nadat het uitgebreid is gerenoveerd. Overdag is het goed toeven. Het zit vooral in de beleving van de mensen 's avonds. Als de donkerte invalt, en dat kan ik mij voorstellen. Tegelijkertijd is het een belangrijke verbindingsschakel tussen station en het centrum. Dus er zijn door een aantal studenten aanbevelingen gedaan om daar beter mee om te gaan. En dat moeten we doen, want het Valkenberg is natuurlijk ook een park waar geweldig gerecreëerd wordt, mooie evenementen plaatsvinden. Alleen we moeten zorgen daar op de avonden, kunnen we dat nog verder doen verbeteren. Onder meer cameratoezicht? Geen cameratoezicht, want daar wordt de oplossing niet in gevonden. Dat wordt wel door enkele bewoners gevraagd. Wij denken wel meer aan vormen van toezicht, verbeteren van de verlichting. Verlichting is soms kapot. Dus ik denk dat we in die richting de oplossingen moeten gaan zoeken en daar gaan we nu aan werken.